Weet je rustig? Ik hoop dat hij bij oma gaat slapen. Er zei iets hoor. Ja! Gaat het? Maar dat was toch helemaal niet te hard? Hij kwam net op een verkeerde plek op mijn rug. De kinderen praten nog wat door totdat de schoolbel ging. En zij dus ook naar binnen. Ja, ik loop liever wel een beetje los hoor, sorry. De andere kinderen vonden het maar raar dat ze zo snel pijn hadden. Ik vind dat niet klopt. Dat als je zo'n zachte bal tegen je rug krijgt, dat je dan wel pijn hebt. Ja, klopt. Dat zag ik ook al. Ja, zullen we een keertje uit school bij hun thuis door de raam gaan kijken hoe het daar thuis gaat? Zullen we dat dan gelijk vandaag naar schooltijd doen? Ja, goed idee. In het huis waar de kinderen van het gezin wonen, zat moeder net een boekje te lezen. Oh, hoe was het op het werk? Moet ik je jas ophangen? Nee, hoeft niet. Ja, nou, wat ik want. Helemaal niks aan. Maar kun je niet eens te drinken voor maken of zo? Oh ja, oké, ik zal wel iets halen. Volgens mij zit daar. Ja, klopt. Volgens mij zijn dat gewoon hele normale ouders. Volgens mij is er niks te zien. Tijd. Gadverdomme, er zit helemaal geen prik in. Kan je dan nog niks? Auw, sorry, ik zal het nooit meer doen. Nu snap ik wel waarom de kinderen zoveel pijn hebben. Ze worden gewoon geslagen. Ja. De kinderen hadden genoeg gezien en belden de kinderbescherming. Wat was dat? Het is melding gekomen dat er in hoofdstad 24... kindermishandeling wordt plaatsgevonden. Moeten we meteen werk van maken? Dus laten we er maar naartoe gaan. Oh, daar is nummer 24. Oh. Hallo, moet dat hier? Hallo, we zijn van de kinderbescherming. De kinderbescherming? We hebben een melding binnengekregen en we wilden even met u praten. Nou, komt u verder. Oh, ik weet echt niet wat de kinderbescherming hier zou moeten. We gaan alleen wat vragen doen. Wees maar gerust. Als het goed is, er wonen hier 5 kinderen. Waar zijn die nu? Ja, klopt. Die zijn op dit moment op school. Ja, dat zijn echt schatten van mijn kinderen. Ik en mijn vrouw zijn zo gelukkig. Dus u heeft de kinderen nog nooit geslagen of zo? Slaan? Mijn kinderen? Nee, dat zou ik nooit durven. Nou, er is toch helemaal niks mee aan de hand? Dat is toch hartstikke lief? Ja, lijkt mij ook niet. Sorry voor uw tijd, meneer. We gaan er weer van door. Ik zei dat ik wou slapen en de telefoon moest op trillen. Ik had er zo van wakker kunnen worden. Sorry hoor. Stomme vrouw. Vrouw. Ik denk dat het toch even goed is als we verder een afspraak eventjes maken. De broertjes en zusjes werden bij opa en oma ondergebracht. Oma gaat even chocomel voor jullie maken. Yay. En vader besloot zich op te laten nemen in een ziekenhuis. Hier voerden de doktoren allerlei testen met hem uit. Om te kijken hoe snel hij agressief werd. Hij ben nou helemaal gek geworden met een getik? Ben je eens getikt of zo? Rustig. Rustig maar, meneer. Interessante materie. Dat klopt, ik heb iemand nog nooit zo snel boos zien worden. Al snel kwamen de doktoren erachter dat vader veel te veel energie had. Ze lieten hem daarom veel hardlopen en andere oefeningen doen. 20! Op het kantoor van de kinderbescherming moet vader een contract tekenen. Ik heb hier een contract en als u dat tekent, kunt u uw kinderen wassen. Oma vertelde het goede nieuws aan haar kleinkinderen. Kinderen, ik heb goed nieuws. Jullie mogen naar huis. Het gaat goed met jullie vader. Wat is er? We mogen naar huis, opa. Thuis werd vader groot onthaald en was hij blij om weer bij zijn vrouw en kinderen te zijn.